Wat geloof jij van het verhaal ongeveer, Victor? Je hebt goed op hem gelet. Ja, nou, dat is aan de rechtbank. Dat dacht ik al. Hoe kan je gedachten lezen, leren transporteren of een horloge van iemands pols laten verdwijnen? Kortom, hoe word je een illusionist? Sommige van die antwoorden zijn wel te vinden in dit boek, Mindfuck, 101 illusies en experimenten. Victor, zullen we toch even, want we kennen je natuurlijk vooral van Mindfuck. Mm-hmm. Dus laten we even kijken dat we even weten wat is dat ook alweer. Als ik nu aan jou zou vragen om één van deze vier shirts te kiezen, welke zou je dan willen? Die met de streepjes. De streepjes? Ja. Welke streepjes? Oh my god. What the fuck? Huh? Mag je hem in mijn hand leggen? Heel goed, sluit ik mijn hand. Boom! Ja, dag! 2, 3. Jort, ja. Omdat je mee wilt doen, ja, heb ik meteen een klein presentje voor je. 1, 2, 3, nu! Ja, nou heb ik echt hartkloppingen hoor. Maar gelukkig heb ik je van tevoren dat cadeautje gegeven. Ja, serieus? Het is het gewoon. Ja, hoe dan? Er is, ja, dat weet ik niet, maar dat is hier wel, kijk. Ja. Dit laatste, toch even, dat is... jij vraagt hem of hij zijn telefoon in het water, ja, wil gooien. En tegelijkertijd zit diezelfde telefoon dan dus blijkt later in dat pakketje. In dat cadeautje wat ik van tevoren heb gegeven. Niet een nieuwe telefoon of wat dan ook natuurlijk die erin zit. Dat is zijn telefoon. Ja, met die oude nummers en die foto's. En ja, dat is zijn telefoon die een minuut geleden nog zelf in het water heeft gegooid. Ja. Dus hij gooit een ander nu in het water? Hij denkt dat hij zijn eigen telefoon in het water gooit. Kan haast niet anders. Ja, nou eigenlijk, dit is typisch een illusie die uit twee gedeelten bestaat. Ja. Het eerste gedeelte, dat is inderdaad dat hij volgens het autoriteitsprincipe zijn eigen telefoon in het water gooit. Dat is, we hebben hem net op straat aangesproken. Daar is niks van tevoren geregeld. Ik vraag hem gewoon zijn telefoon te pakken. En ik zeg hem heel erg dwingend dat hij zijn telefoon in het water moet gooien. Ja. En daarmee wil ik eigenlijk aangeven, dat heet het autoriteitsprincipe, dat als je iemand vanuit een bepaalde autoriteit met een uniform aan, een bepaalde taalgebruik en een framing eigenlijk ook, dat je iemand veel meer kan laten doen dan je in eerste instantie misschien zou zeggen, want wie gooit zijn eigen telefoon nou in het water? Ja. Dus dat gebeurt echt. En al vervolgens maak ik er een illusie van door hem een cadeautje te geven waar die telefoon die hij zojuist heeft gegooid toch in zit. Ja. Hoe het precies werkt, verraad je natuurlijk in de meeste gevallen niet. En jouw collega's die willen eigenlijk liever ook nergens over praten, want trucs, voor zover het een truc is, kost ook een hoop geld. Hè? Er wordt best veel betaald voor iets. Ja, een geheim kan inderdaad veel geld kosten. Maar we zijn nu met het derde seizoen Mindfuck bezig. Ja. En wij krijgen eigenlijk echt elke dag brieven en mailtjes en belletjes van hoe doe je het nou? Dus iedereen wil toch weten van is het nou... Ja. Sensie van toch. Maar ook veel mensen denken dat het toch nep is. Of dat er met acteurs worden samengewerkt. Dus Oscar en ik maak natuurlijk samen met Oscar het programma. Oscar van Poort is jouw regisseur. Ja, klopt inderdaad. Wij zijn basis- of middelbare schoolvrienden. En we hebben samen een programma bedacht en we maken dat samen. Dus we dachten, laten we nu een boek schrijven waarin al die neuropsychologische principes zoals afleiding en aandacht, geheugen en dat soort dingen. Hoe werkt dat en hoe kan je het in die illusie inzetten om iemand op het verkeerde been te zetten? Ja, nou, kom eens met een voorbeeld. Voorbeeldje, Nou, ik kom natuurlijk niet met lege handen aan. Nee, daarom. Ik heb hier, dus wel leuk om misschien eventjes mee te beginnen, een dummy, zoals het heet. Kijk uit, want Diederik Samson let heel goed op. Ja, ik ben nu overal aan het kijken. Ja. Ik heb al lang je horloge, maar... Ja, ik ben alles aan. Nee, dit is dus eigenlijk een dummy waar het een jaar geleden mee begon. Misschien kan het even in het close komen, dan zien we goed iedereen wat er gebeurt. Dat kan hier zo. En als we dan doorheen bladeren. Moet je even je wijn opzij schuiven, Jeroen? Moet ik mijn wijn? Dan zien we inderdaad als een dummy, behalve de kaft, dat die nog helemaal blanco is. Met allemaal blanco pagina's. Zo begon het eigenlijk een jaar geleden. Dat is de dummy. En nou blijven we in hetzelfde shot. Een jaar later zien we in één keer... Kijk. Ik heb echt heel erg gekeken, hoor. Nou, er is echt niks gebeurd in die tussentijd. Dat is de bedoeling ook. Juist. Oké. Okay, even kijken of ik dat ook kan. Nee, dat kan ik dus niet. Dus dat is het niet. Dit staat er niet in. Dit is een voorbeeldje van eigenlijk gewoon een visuele illusie. Ja. En net zoals in Mindfuck zijn er heel veel dingen die we uitleggen. Voornamelijk een beetje de wetenschap achter iets. Want wat vertelt een illusie nou over jezelf en over je perceptie en de manier waarop je de werkelijkheid ervaart? En af en toe leggen we ook dingen wel uit. En in het boek accentueren we dat. Dus je kan zelf hiermee allerlei illusies en trucs leren. Maar we leggen ook een beetje uit
wat het je over jezelf vertelt eigenlijk. Ja. Van wie heb jij het vak geleerd? Nou, er is eigenlijk niet één persoon. Ik een beetje autodidact en veel internet. En in de bibliotheek was ik vroeger al die boeken aan het doorbladeren. En voor Oscar geldt eigenlijk hetzelfde. En we hadden ook al heel vroeg de droom om zelf een keer dit boek te schrijven. Dus ja, we kunnen wel zeggen dat het echt een jongensdroom is die hieruit is gekomen. Jij zei net van, ja, het gaat er ook over wat het over jezelf vertelt. Want wat vertelt dit over jou, dat jij dit doet, bijvoorbeeld? Ik vind het heel erg interessant hoe het komt dat we zo makkelijk voor de gek te houden zijn. Want de werkelijkheid, dat ervaren we als iets continuus, waarin we toch wel een soort van grip hebben op wat er gebeurt en hoe we dat ervaren. Terwijl we eigenlijk relatief makkelijk met de juiste ingrediënten toch op het verkeerde been zijn te zetten. Ja. En dat neuromagic noem ik dat, hè? Wat kunnen we leren van illusies? Dat was een beetje onontgonnen terrein. Dus dat vind ik leuk om uit te pluizen. Ja, dit is natuurlijk iets waarvan ik me kan voorstellen dat in zekere zin geldt dat voor mijn werk. Dat ik me natuurlijk vaak afvraag bij mensen, vertellen ze de waarheid of niet? Of zou het wat anders zitten? Ik kan me niet voorstellen dat eigenlijk niet de core business is van een advocaat. Dat je toch ook vaak wel een beetje wil weten, wat vertelt hij me nou eigenlijk? Ja, getuigen voor horen. Ja, zeker. Politici natuurlijk ook zo. Nou, er zijn heel, je hebt micro-expressies, non-verbale communicatie, oogbewegingen. En zelfs je pupillen kunnen informatie vrijgeven over waar je aan zit te denken. En dat leggen we allemaal in dit boek uit. Ja. En dus hoe je het ook zelf kan inzetten in het dagelijks leven. Dus heb je een voorbeeld van die pupillen? Nou, bij die pupillen staat, ik wil natuurlijk nog niet alles prijsgeven wat in het boek staat. Maar het is wel zo'n voorbeeld is wel handig. Ja, bijvoorbeeld over die pupillen is er een hoofdstuk waarin ik eigenlijk laat zien dat het niet alleen zo is dat we op bijvoorbeeld een externe prikkel zoals licht reageren door pupildilatatie te krijgen. Maar dat ook zo is dat als we ergens aan denken, dat onze pupil er ook op reageert. Ja, en dat als wij denken aan iets wat bijvoorbeeld 's nachts gebeurt, of als we denken aan iets wat overdag gebeurt, want dat is donker en licht is de invloed op onze pupillen. Ja, dan kan zelfs het denken, onze pupillen kunnen dus verraden waar wij aan denken. Ja, dus een gedachte heeft een somatische reactie tot gevolg. En dat is eigenlijk helemaal, tenminste. Ja, En is het ook met iets leuks en iets stoms, zeg maar? Dat is ook een groot verschil dan. Het is een beetje lastig. Hierkant de pupillen. Ja, is goed. Op een gegeven moment moet je dan. Want het ligt donker, dat is maar twee factoren. Maar al die andere dingen waar je aan kan denken. Ja, nee, bij iets stoms verschijnt er langzaam een traan in je. Maar jij wist dit waarschijnlijk iets, Brand, of niet? Ja, pupillen staan onder invloed van je autonome zenuwstelsel. En die reageren dus inderdaad op emotie en op dingen. Ja, interne gedachten. Ja. Er moet natuurlijk een illusie met kaarten bij zitten. Ja, ik heb natuurlijk nog wat meegenomen. Ja. Dat is altijd leuk. En sterker nog, dit is een klein experimentje. Waarbij iedereen hier in de zaal en de kijkers thuis ook mee kunnen doen. Dus niet echt een klassieke kaarttruc of zo, dus maak je geen zorgen. Ik heb hier 5 plaatjeskaarten meegenomen. Ik zal ze eventjes aan de camera laten zien en uitwaaieren. En zo, perfect. En dan wil ik aan iedereen vragen, hier in de zaal, maar ook thuis, om één van deze kaarten, zonder iets hardop te zeggen, nu in gedachten te nemen. Dus doe dat nu. Neem één van deze kaarten in gedachten. Heel erg goed. Oké. Nog niks vertellen? Dan ga ik er nu eentje hier zo wegleggen. Ik hoop niet dat je dat nog hebt gezien. Nee. Hou ik er dus 4 over. En dan hoop ik, ondanks dat ik jullie hier in de zaal en thuis niet ken, dat ik de kaart die ik zojuist heb weggelegd, uw kaart was. En de kaart er nu niet meer tussen zit. Wat? Ja. Je moet je mond weer dicht doen, Jeroen. Ja, het is live. Is het live? Ja. Heeft iedereen dan aan dezelfde kaart gedacht? Nou, dat is... En dat is op neer, nu komt je grootste droom uit, want ik ga nu het geheim uitleggen. Ja. Dit is inderdaad de eerste reactie. Dat is ook hoe ik wil dat je denkt. Maar dat heet cognitieve afleiding. Het is het verhaal van de truc waarin je ervaart dat ik 1 kaart wegga en dat de kaart moet zijn waar je aan zat te denken. Ja. Maar dat is niet zo. Het geheim vertelt iets heel erg grappigs over hoe aandacht werkt. Cognitief proces aandacht. Het geheim is namelijk dat dit de 5 kaarten zijn die ik in het begin liet zien. Juist. En als we eens even goed kijken, ik hoop dat het op televisie ook zichtbaar is, dan zie je dat ze alle 4 verschillend zijn dan de set met 5 kaarten waar je eerst aan dacht. Dus ongeacht welk kaartje hiervan in gedachten had, hij zit er bij de tweede set nooit meer tussen. Dus het eerste, in essentie is het geheim dus relatief flauw, zou je bijna kunnen zeggen. Alleen, wat vertelt ons nou over aandacht? Dat is een neurocognitief fenomeen, dat heet change blindness.
Dat betekent eigenlijk dat aandacht werkt als een soort schijnwerper. Die kunnen we op één ding tegelijk richten. In dit geval één speelkaart. En alles daaromheen, dat onderdrukken we eigenlijk actief. En daardoor kunnen we niet registreren wat al die andere kaarten zijn. En hebben we niet door dat alles verandert. En als je deze truc doet in een zaal vol met bridgers. Ik ben een waardeloze klaverjasser, dus ik had al die kaarten inderdaad niet onthouden. Ja. Ja, dan. Maar een zaal met Britsers, die weten meteen sans. Nu weet iedereen het, want hij heeft hem al verraden. Ja, nee, nu is hij klaar. Maar. Ik moet er trouwens nog even bij zijn, want dat is belangrijk. Het is niet zo dat er alleen maar kaarttrucs en goocheltrucs in het boek staan. Verkooptrucs staan er bijvoorbeeld ook in. Ja. Zo kwamen wij op het idee om, je hebt het misschien op de voorkant zien staan, om er boek van de maand op te zetten. Die sticker hebben we er zelf opgeplakt. En dat was een van de ideeën. Als je mensen vertelt dat iets bijzonder is, gaan ze het vanzelf bijzonder vinden. Ja. En zo zit het boek eigenlijk vol met mindfucks. Het kan zelf jouw gedachten lezen. Er zitten 12 gorilla's in verstopt. Het is continu een soort van interactieve mindfuck. Je kan er het hele volgende jaar kun je mindfucken eigenlijk, als je dit leest. Ja. Ja. Ik wil er ook één doen. Maar ik ben nu al nerveus. Dus, maak je geen zorgen. Ik ga er rustig door. Ik had het namelijk gerepeteerd. En toen vroeg ik nog aan de redactie. Laten we hem eventjes op papier schrijven. Dat ik nog even precies de stappen weet. Maar dat heb ik niet gedaan. Ik ga je bijstaan. Moet nu al even zeggen. Diederik. Ik heb even gedacht. Jij lijkt mij. Ja, tuurlijk. Die het slachtoffer. Het kan. Dit is een pen en papier. Dus op zich is daar niks mis mee. Toch? Je mag nog even kijken of dat papier. Ja, aan de andere kant ook staat niks op. Het is gewoon papier. Dit is het boek. Kijk even in het boek om te kijken of het klopt. Of er niet halve pagina's in staan of wat dan ook. Niks geks mee aan de hand. Nee. Ja, dit is gewoon het boek. Oké. Okay. Dat boek mag je wat mij betreft daar houden. Huh? Ben je het mee eens? Of, ja, nee, ik vind jij moet op nu al fantastisch hoe je het doet. Knap er nou mis. Nee. Schrijf eens op dat papier, zonder dat ik het in ieder geval kan zien. En ik weet niet of de kijkers het mogen zien, maar ik in ieder geval niet. Een getal van 2 cijfers. Heb je dat gedaan? Ja. Tel die 2 cijfers daarna eens bij elkaar op. Ja. En dat getal, wat je dan dus bij elkaar op hebt geteld, dat moet je aftrekken van het originele getal wat je daar hebt opgeschreven. Ja. Juist. Daar staat nu een getal wat je hebt. En dan pak ik. En nu wil ik graag dat je in het boek dat als een bladzij ziet. Ja. Dus dat getal wat je dat. Je gaat naar de corresponderende bladzij. Je gaat naar de corresponderende bladzij. Ik weet niet welke dat is, maar dat vinden we vanzelf. Daar ga ik nu naartoe. En juist. Dan? Sla hem open. Nu wil ik aan jou vragen. Wil jij deze envelop even openmaken? En het zou fijn zijn. Als die 4 kaarten. Als jij mij nu vertelt. Ik vertel jou wat het eerste woord. Nee, Jan Heijn. Nee, wacht. Ho. Nou gaan we. Je doet het echt supergoed. Ja? Je bent nu op een willekeurige pagina uitgekomen. Ja? Nou ja. Daar staat tekst op, dat zien we nu al. Klopt. Ja, klopt. Wat is het allereerste woord wat linksbovenaan staat? Mag ik het hardop zeggen? Ja, hardop, zodat iedereen voor het eerst hoort. Natuurlijk. Oké, laat er eens 1 pagina verder, zodat je ziet dat er dat niet overal hetzelfde woord staat of zo. Ja. Dus je had ongeacht jouw som op een willekeurige pagina uit kunnen komen. Wat is het eerste woord voor het eerst, hardop? Natuurlijk. Jan Heijn, kan je even laten zien wat daar staat? Dames en heren, Jeroen Pauw. Goed. Nou, deze moet je ook uitleggen. Ik kan het helaas niet verraden, want ik ga hier dus mee het land in. Ja, ik was zeggen. Concurrentie op de loer. Vanaf januari zit Eva Jinek hier en dan ben ik dus overal met boeken aan de weer. En dan neem ik jouw boek gewoon mee, dan signeer ik dat gewoon lijkt voor jou. Lijkt me een uitstekend plan.